En welke kaart is nou het allerduurste die je in je bezit hebt? Nou, dat zijn deze drie. Denk ik deze drie Charizards. Ze zijn nog niet getaxeerd, maar als ze straks wel getaxeerd zijn, dan zullen ze zeker een paar duizend euro per stuk waard zijn. Ja. Jij staat in de rij? Ja. Waarvoor? Om Pokémon-kaarten te kopen. De meest bizarre verhalen zijn er in het nieuws over Pokémon-kaarten. Kaarten van duizenden euro's, ramkraken bij winkels. Maar ook bijvoorbeeld een man in Amerika die een groot deel van zijn coronasteun van zijn bedrijf heeft uitgegeven aan één Pokémon-kaart. Waar komt die populariteit ineens vandaan? Ja, Pokémon is eigenlijk natuurlijk al 25 jaar populair. Het ene jaar is populairder dan het andere jaar. En ik denk dat het dit jaar zo extreem populair is omdat het 25 jaar bestaat. En er natuurlijk heel veel bekende mensen ook Pokémon kaartjes openmaken. En af en toe zijn ze best veel geld waard. Natuurlijk verkopen het meeste de kaartjes. Alleen we verkopen ook de hele merchandising eromheen. Dus spelletjes, knuffels, bekers. Je kan het zo gek niet verzinnen, maar het draait natuurlijk gewoon om de kaartjes. Pim, jij streamt het uitpakken van Pokémon kaarten op Twitch. Wat houdt dat precies in? Eigenlijk wat ik doe is heel simpel. Mensen kunnen op mijn webshop Pokémon kaarten kopen en dan maak ik ze voor ze live open en dan stuur ik ze gewoon naar hun thuis op. Dat is eigenlijk wat ik doe. Hoeveel pakjes heb jij in totaal al moeten kopen? Kopen zelf? Ja. Ik heb wel echt heel veel pakjes overgemaakt in het afgelopen jaar. Dat zijn echt tienduizenden, denk ik. Buiten dat ik handelaar ben en een winkel heb, ben ik ook gewoon echt enthousiasteling en zelfverzamelaar. Dus er zijn echt heel veel pakjes opengemaakt de laatste tijd. Ja, zo'n pakje is toch al gauw 7 à 8 euro. Is dat nou winstgevend voor jou? Nou, één ding kan ik alvast zeggen. Pakjes openmaken is nooit winstgevend. Nooit. Op de lange termijn in ieder geval. Dus je kan natuurlijk al geluk hebben in één pakje. Maar mensen die illusie hebben door pakjes open te maken en geld te verdienen, ja, dat kan je gauw uit je oog zetten. Where are you from? England. So you came all the way from England to get Pokémon cards here? Yeah. I only started like a month ago, so okay. It's not that big, but okay. I'm trying to get it bigger. But do they have Pokémon cards in England? Well, we don't live very close to places like this. Okay. So I thought we're here, so we might as well just go here. Welke Pokémon kaarten mis je nog? Van alle. Heel veel. We hebben een uur in de auto gezeten en hij heeft continu, hoe lang nog mama? En nou zijn we daar eindelijk en hij is hartstikke zenuwachtig, zo leuk vindt hij het. En jongen? Ja. Nu sprak ik ook een aantal winkeleigenaren die niet op camera konden komen omdat ze volledig uitverkocht waren. Ze hadden geen enkele Pokémon kaart meer in de winkel. Hoe komt het dan dat het zo slecht leverbaar was? Ik denk dat het een soort van strategie is vanuit de Pokémon Company. Af en toe wat uitleveren om het gewoon schaars te houden. En als je heel veel vragen hebt en je levert het schaars uit, heb je een heel populair product, denk ik. Dus ik denk dat er een strategie vanuit Pokémon achter zit. Nu heb ik gehoord van een trucje dat als je naar de winkel gaat met een weegschaal, dat je dan pakjes kan wegen en dan degene die dan zwaarder is, zou dan meer waard zijn. Wat is hiervan waar? Dat is deels waar. Maar dat kan met de huidige boosters kan dat niet meer. Dat kon inderdaad vroeger wel, zo'n 20 jaar geleden. Mm-hmm. Want inderdaad, de glimmende kaarten zijn zwaarder dan de niet glimmende kaarten. En dus als je dus de pakjes weegt, dan zit daar een heel klein gewichtsverschil in. En zo kan je dus inderdaad de glimmende kaarten uit zo'n doos wegen. Tegenwoordig heeft Pokémon daar gewoon een trucje op verzonnen door een papiertje in de boosters te doen van verschillend gewicht. Dus bij de glimmende zit een ander papiertje als bij de niet glimmende om het gewicht uit te balanceren. Dus tegenwoordig is dat niet meer mogelijk. Hoeveel is jouw eigen collectie waard? Een hoop. ik zou het oprecht niet eens weten. Ja, weet je wat zal het zijn? Tienduizenden euro's. Ja, ik heb gewoon even wat dingen uitgestald voor je. Wat losse kaarten, complete collecties. Deze liggen klaar om getaxeerd te worden nog in Amerika. Dit zijn natuurlijk de kaarten die het meest gewild zijn. Natuurlijk die Charizard. Daarnaast heb ik ook gewoon complete sets. Het is ook gewoon vet om gewoon doorheen te kunnen bladeren. Als je gewoon zo'n set compleet hebt. En natuurlijk wel een klein beetje mijn parel van de collectie. Eigenlijk ook wel een kleine droom die uitkwam. Een first edition Team Rocket Box. En die ga ik volgende week openmaken. En dat is wel echt heel, heel uniek. En wat kost die dan? Deze is 14.000 euro, deze box. Ja. Snap je dat mensen dan denken van die jongen is een beetje gek geworden? Ja. Ja, nee, dat kan, als je er niet in zit, dan snap ik dat. Maar het heeft natuurlijk wel een waarde, omdat het gewoon unieke producten zijn. Ik geloof wel heel erg in het principe vraag-aanbod. Als mensen gewoon iets willen, dan gaat de prijs omhoog. En als mensen het niet meer willen, dan zal deze box waarschijnlijk niks meer waard zijn. Maar ja, dat is inderdaad, dat weet je niet. Wat hebben jullie allemaal gekocht? Pokémon kaarten. Laat eens even zien. Kijk, dit doosje.
En deze kleine doos en nog twee pakjes. Ik heb een pakket en daar zitten drie pakjes in, plus nog een kaart. En dan nog een los pakje van Pikachu. En ik heb nog een map waar dan 360 kaarten in kunnen. En wat heeft dat allemaal wel niet gekost bij elkaar? Voor jou 56 euro. Ja. En bij mij 68 euro. Heb je het zelf moeten betalen? De helft heb ik zelf moeten betalen en hij ook. Ik ook. Veel winkels wilden niet op camera omdat ze bang zijn voor de veiligheid. Zijn jullie bang voor jullie veiligheid? Kijk, stap 1 is natuurlijk gewoon altijd een goede beveiliging hebben. En dat hebben wij vanaf het eerste moment. En ik denk dat het sowieso altijd handig is als je echt dure kaarten hebt, dat die nooit op de locatie zelf liggen. Soms zie je winkels die gaan per ongeluk Pokémon kaarten verkopen en die worden opeens bestolen. Mm-hmm. Ik zou zeggen, doe eerst je beveiliging goed op orde en ga dan pas wat met Pokémon doen. Ben jij niet bang dat ze hier een keer binnenvallen? Ja, tuurlijk heb je dat altijd in je achterhoofd. En dat is ook de reden waarom ik eigenlijk het grootste deel van mijn collectie niet thuis heb liggen. Ook omdat ik natuurlijk YouTuber en Twitcher ben. Zien ook mensen op video wat ik heb. En ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk uit huis te halen en op een andere plek neer te leggen. En welke kaart is nou het allerduurste die je in je bezit hebt? Dat zijn deze drie. Denk ik deze drie Charizards. Ze zijn nog niet getaxeerd, maar als ze straks wel getaxeerd zijn, dan zullen ze zeker een paar duizend euro per stuk waard zijn. Ja.